Hello. Lucas McGates, I'm going to come in. Is that here by province Europe? Because the vehicle on a new XL session. If the engine's running, don't fix it. De XR-serie is natuurlijk een evolutie van de voorgaande XR-machines. Het eerste wat opvalt aan de nieuwe XR-lijn is natuurlijk het nieuwe plaatwerk. Het design van het verlichte logo is wat moderner gemaakt en wat vooral opvalt is de nieuwe besturingsmodel, waarbij de toetsenbord onder een hoek is geplaatst. Het lijkt ons voordeel om de nieuwe besturingseenheid van deze maar hoog is. Zelf in 90. En voor mij is het goed scoren voor de beeldscherm een ideale. De XR600 heeft een X-slag van 600 mm, een Y-slag van 560 en ook een Z-slag van 560 mm. De tafel is met 750 mm een beetje breder. Het standaard maximale toerental bleef 12.000 toeren. En nu is er gekozen voor een configuratie met een inline spin. Wat ervoor zorgt dat de machine een stuk stiller is geworden. Ook steken verhogen naar maar liefst 32 kW. Met 48 meter ijlgang werd de machine ook sneller. De achterzijde van de machine. Het is vaak door een nieuw, via twee grote, we hebben een aantal dingen.